Leuk dat je kijkt naar het Scorenboekjournaal. Het sportief leesproject Scorenboek is begonnen. Door het hele land is deze actie van start gegaan. Tijdens het leesproject proberen zoveel mogelijk kinderen boeken te scoren. Maar we hebben gehoord dat er problemen zijn in de bibliotheken. Schijnbaar zijn er enkele populaire boeken verdwenen. We schakelen nu over naar onze verslaggever ter plaatse. Kom, vertel. We zijn in de bibliotheek Waalwijk en er is paniek, want alle voetbalboeken zijn gestolen. Ja. Ik ben net met Groningen aan het bellen, maar ook daar zijn alle voetbalboeken vermist. En net tijdens de aftrap van Storenboek, hoe kan dat nou? Ja, en kijk, hier stonden de boeken. Maak je geen zorgen, de boeken zijn in de goede handen. Goed, de boekenbenden. Wat zou dit betekenen? Geen idee, ik weet het ook even niet meer. Zoals je ziet, Gijsje, ze zitten met hun handen in het haar. Jurien is de bibliotheek binnengelopen. Volgens mij heeft hij een voetbalboek bij zich. Kom, we gaan kijken. Jurien, kom in je boek terug. Ja, klopt. Ik heb deze uit en ik wil weer wat nieuws lezen. Dat is het toeval, want alle voetbalboeken zijn gestolen. Het is echt een ramp. Dan is het maar goed dat ik deze kom terugbrengen. Voetbalboeken gestolen. Nu zijn alle voetbalboeken weg. Waar gingen ze naartoe? Ik heb geen idee. Ze zijn gewoon verdwenen. Wat een drukte hier. Ik wil even kijken wat de kinderen precies willen doen. Ik wil heel graag voetbalboeken lezen. Ik vind de truc super cool. Ja, we moeten toch oefenen. Hey, Julian. Zal ik jullie wat voetbaltrucjes leren? Ja! Ik heb deze super leuke boeken ook vroeger gelezen en ik denk dat jullie deze ook leuk vinden. De Bokkenbrigade, wie wil die lezen? Donald Duck. Dummy de Mummy. Alsjeblieft. En Het Leven van een Loser. Alsjeblieft. Rust is teruggekeerd. Alleen blijft nog steeds een mysterie. Wie zijn de leden van de boekenbende? Waarom hebben ze alle boeken gestolen? Maar nu terug naar de studio. Dankjewel, Koen. Wat een toestand. Maar gelukkig komt Scorenboek niet in gevaar. Want er zijn nog 1000 andere leuke boeken die je kunt lezen. Tot de volgende uitzending als we hopelijk meer weten over de mysterieuze boekenbende.